Dank, mevrouw de voorzitter. 2 weken na de verkiezingen moeten we vaststellen deze fase, deze verkenningsfase is vastgelopen. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. De afstand tussen hem en mij is groter. Dat betreur ik, maar ik neem het hem ook kwalijk. Vooral met het oog op de taak die de kiezer ons beiden heeft gegeven. Het herstel van Nederland in de crisis, na de crisis en het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat, in de politiek. De manier waarop de verkenning tot nu toe is verlopen, keur ik af. Ik voel me ook verantwoordelijk. Ik keur ook af dat de heer Rutte over collega Omtzigt heeft gesproken. En ik heb mijn twijfels over de ontkenning en ik heb mijn twijfels over de verdediging vandaag. Ook gezien het patroon dat ik al eerder vandaag benoemde. Daarom dien ik vandaag samen met een aantal collega's, met collega Hoekstra, een motie van afkeuring in. De meest ernstig inhoudelijke terechtwijzing. Tevens wil ik dat de informateur wordt verzocht om te bezien of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor herstel van vertrouwen. En dat is een lange weg. Daarbij wil ik gezegd hebben dat het niet vanzelfsprekend is dat de VVD-leider Rutte het vertrouwen en het voortouw zal krijgen in de volgende fase van de verkenning. Mevrouw de voorzitter, ik lees heel snel de motie van afkeuring voor met uw permissie. De Kamer, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat in het licht van onder meer de toeslagenaffaire, versterking van vertrouwen in de overheid en versterking van de rol van de Kamer als tegenmacht tegenover de regering een urgente opgave is. Overwegende dat de opmerking tussen aanhalingstekens positie Omtzigt, functie elders, in het voorbereidingsmemo of aantekeningen van oud-verkenners buitengewoon schadelijk is, omdat het de suggestie wekt dat een kritisch lid van de Kamer buitenspel gezet moet worden. Spreekt uit dat VVD-fractieleider Rutte, die tevens de rol van demissionair minister-president vervult, de waarheid niet sprak in de media, dat hij bij oud-verkenners niet heeft gesproken over de positie van de heer Omtzigt. Overwegende dat deze gang van zaken ernstige schade heeft toegebracht aan het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid en aan het onderling vertrouwen in het proces om te komen tot een nieuwe regering, keurt deze handelingswijze af. Spreekt uit dat in de opdracht voor een informateur met de nodige distantie van alle partijen uitdrukkelijk op te nemen om te bezien of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor het herstel van vertrouwen, gaat over tot de orde van de dag. Kaag, Hoekstra. Dan heb ik een tweede motie, mevrouw de voorzitter. De vorige motie. Dan heb ik de heer Azarkan. Ja. Dan ga ik naar de heer Wilders. Voorzitter, ik moet nog even mijn gedachten. Ik begrijp dat u haast heeft. Het is ten slotte. Ik heb helemaal geen haast. Nou ja, we zitten tot 16:30 sowieso binnen, dus laten we de tijd nuttig gebruiken. Ja, voorzitter, ik sta echt even met mijn mond vol tanden. Hier staat mevrouw Kaag. Mevrouw Kaag heeft in de verkiezingen gezegd, deze premier zou eigenlijk al na 2 termijnen weg moeten. Mevrouw Kaag die komt nu met hele mooie woorden en ze spreekt ze mooier uit dan ik zou kunnen. En eigenlijk zegt ze, foei, Mark, foei, niet goed. Maar morgen zitten wij weer aan tafel en bovendien ga ik ervoor zorgen, dat zegt mevrouw Kaag, dat de heer Rutte de komende 4 jaar gewoon premier is. Ja, u trekt allerlei conclusies die niet in de motie van afkeuring staan. Motie van afkeuring is een zwaar inhoudelijk middel. Het gaat om het handelen van de heer Rutte als partijleider, als fractievoorzitter. En die wil ik ook niet vermengen met zijn rol in het kabinet. Ik heb er de grootst mogelijke moeite mee, maar ik heb zeer zorgvuldig gewogen wat het middel is op dit moment over zijn rol als fractievoorzitter, want daar ging dit hele debat over. En er is een motie van afkeuring in mijn ogen, en ik zal niet voor de heer Hoekstra spreken, maar hij staat hier ook onder, het meest gepaste. Wat ik ook heb gezegd, dat het niet vanzelfsprekend is, in mijn tekst, dat de VVD-leider het vertrouwen en het voortouw zou krijgen in de volgende fase van de verkenning. Als ik aan het einde van mijn eigen tekst kom, zult u mij ook horen zeggen dat we een andere politieke cultuur nastreven en voorstaan. Er is niets gezegd over de onderhandelingstafel. Er is ook niet gezegd of ik mij daarbij aan zal sluiten. Dat hangt ervan af hoe de gesprekken met een informateur, wanneer benoemd, zullen verlopen.
Het is wat mij betreft terug bij het startpunt nul. De heer Azarkan. Voorzitter, mevrouw Kaag heeft de unieke mogelijkheid om een einde te maken aan 10 jaar heerschappij van Rutte. Precies datgene wat mevrouw Kaag opleest, namelijk recht doen aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En ik zal u vertellen, weet u wat hun straf was als ze de waarheid niet vertelden? Daarvoor zijn ze 10 jaar lang kapot gemaakt onder leiding van deze Rutte. En het siert u, zeg ik via uw voorzitter, het siert u niet dat u dat argument aanhaalt, maar eigenlijk precies doet wat Rutte al 10 jaar doet, namelijk wegkomen met liegen en bedriegen. Iets waar de heer Omtzigt van gruwelde, zelfs zover dat hij hem de baas noemde van de bananenmonarchie. U helpt de komende 4 jaar de heer Rutte in het zadel. Pijnlijk. Ik denk dat u mijn woorden niet heeft begrepen, eerlijk gezegd, meneer Azarkan. U springt tot een conclusie dat het zeker niet mijn streven is. Ik wil terug naar punt nul, maar ik geloof ook dat we het juiste middel moeten gebruiken. Ik ga niet retroactief een motie gebruiken voor een resultaat wat destijds niet is gebruikt. En als we het hebben over een premier van 2 termijnen, dat is een principe kwestie voor D66 van politieke vernieuwing. Dat is niet op een persoon gericht. Het had over wie dan ook kunnen gaan. Daar staan wij voor als partij. Maar wij willen het zuiver houden als het hier om gaat. En ik denk dat een motie van afkeuring het meest zware middel is als we kijken nu naar de omstandigheden. En we kunnen allemaal terug naar een informateur en praten over wie met wie wil onderhandelen. En ik heb niet gezegd dat dat met de heer Rutte is. De heer Wilders. Ja, voorzitter. Het is formeel natuurlijk geen motie van wantrouwen, maar materieel wel. Ik ben het niet met de heer Azarkan eens. Als ik hoor wat in die motie staat en wat ook collega Kaag zegt, dan zegt ze dat het vertrouwen in de premier of in de heer Rutte een forse deuk heeft opgelopen. De afstand is groter geworden. Ze twijfelt aan zijn ontkenningen. Ze zegt dat hij de waarheid niet heeft gesproken en ze keurt zijn optreden. Daar komt het eigenlijk op neer af. Wat u heeft gedaan, mevrouw Kaag, en ik weet niet zeker of u daar nou een compliment voor verdient of niet, maar laat ik het toch maar geven. Wat u heeft gedaan is dat u na 10 jaar tijd een eind heeft gemaakt aan, daar zit hij, aan de heerschappij van meneer Rutte. Want met een motie van afkeuring die door 2 coalitiepartijen is ingediend, al gaat die over de inhoud en niet over het wantrouwen naar de persoon, heeft u de facto vandaag, nu op dit moment, de heer Rutte politiek onthoofd. Dat heeft u gedaan. Ik weet niet of u dat heeft beoogd, maar u heeft het vertrouwen in zijn beleid opgezegd, afgekeurd. En daarmee heeft u een einde gemaakt aan de periode Rutte. Mevrouw de voorzitter, volgens mij is het mijn fractie die die motie aan een meerderheid kan helpen. Heeft u de stemmen van de PVV daarvoor nodig? We hebben een eigen motie van wantrouwen, maar we zullen met veel overtuiging uw motie steunen en aan de meerderheid helpen. Want we zijn blij dat we een einde maken aan de ellende van Rutte in Nederland. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik heb er toch nog een vraag over. Want de woorden klinken goed. Maar de vraag is, wat bedoelen deze twee partijen, mevrouw Kaag en de heer Hoekstra, met deze motie waarvan ik aanneem dat hij wordt aangenomen? Hij wordt aangenomen en wat dan? Welke conclusie moet de heer Rutte daaraan verbinden? Bij een motie van wantrouwen is dat duidelijk. En welke conclusie moet de heer Rutte verbinden aan de straks aangenomen motie van de leden Kaag en Hoekstra? Mevrouw Kaag. Nou, ik kan niet voor de heer Rutte spreken. Het zou mij in het diepste raken, laat ik het zo stellen. Ik zou er mijn eigen conclusies aan verbinden. En wat zouden die zijn? Ik denk dat mijn antwoord duidelijk is, mevrouw Ouwehand. Dan interpreteer ik dat zo dat mevrouw Kaag de conclusie aan deze motie zou verbinden dat zij niet door kan gaan als leider van haar partij. Dat zou zij doen. Ik ga het straks ook aan de heer Hoekstra vragen. De volgende vraag is wel, we hebben vandaag hier de heer Rutte gezien. We hebben natuurlijk gezien dat de heer Rutte tegen de pers heeft gezegd, ik heb niet over Omtzigt gesproken. Vandaag bleek van wel. Mevrouw Kaag zegt terecht, nou, ik heb twijfels over de verdedigingslinie. Maar ik heb in dit debat gevraagd, doet u dit allemaal namens de hele VVD-fractie? Staat de VVD-fractie hierachter? En toen was het antwoord ja. Dus betekent dat niet dat het sowieso onmogelijk wordt om met de VVD verder te gaan
als zij deze lijn van de heer Rutte blijft steunen en verdedigen. Mevrouw Kaag. Nou, ik spreek niet voor de VVD. Verre van. Ik denk dat dit een vraag is die u aan hen moet stellen. De heer Rutte heeft gesteld eerder op uw vraag dat hij het volle vertrouwen heeft en dat hij natuurlijk als leider spreekt namens de VVD. Ik heb gezegd dat het hele proces van verkenning, informatie, of de informateur, opnieuw moet beginnen. En ik denk ook dat uit de motie spreekt, mijn tekst, dat het niet vanzelfsprekend is dat dezelfde partijen op dezelfde manier doorgaan. Ik wil niet om 2 uur 's nachts allerlei grote stappen hier zetten. Ik denk dat mijn tekst helder is en mijn uitleg ook. Mevrouw van der Plas. Nee, sorry, Marijnsen. Mevrouw Marijnsen. Had ik. Sorry. Mevrouw Marijnsen. Dank, voorzitter. Mijn vraag aan mevrouw Kaag is waarom u eigenlijk, als u toch zulke grote woorden gebruikt, u zegt eigenlijk ja. Als ik de heer Rutte was, zou ik mijn conclusies trekken. Eerder had u het al over een patroon van vergeetachtigheid, geloof ik. Uw wegen scheiden. Waarom u dan niet de motie van wantrouwen steunt? Nou, ik denk dat ik die uit heb gelegd. Het handelen van de heer Rutte als partijleider, die wil ik niet vermengen met zijn rol als premier. We moeten dit ook hier correct houden. Deze gesprekken zijn met hem gevoerd. Er zijn opmerkingen over zijn gesprekken, komen voort uit zijn rol als partijleider, fractievoorzitter. Ja, ik zie eerlijk gezegd niet zo goed wat daar dan precies het verschil in zou zijn. Ik bedoel, staatsrechtelijk kun je überhaupt over hebben of dat een rare figuur is, ja of nee. Maar volgens mij gaat het over wat u hiermee beoogt. En daar blijf ik wel vragen over hebben, want de woorden zijn stevig. Maar ik denk dat iedereen zich zal afvragen. U zei eerder, ik ga met de Pasen reflecteren op wat het betekent voor de onderhandelingspositie van D66 ten opzichte van de VVD. Maar als u zulke grote woorden gebruikt vanavond, dan moeten we vanavond toch ook gewoon de conclusie trekken dat het ondenkbaar is dat u nog met deze VVD, met deze Mark Rutte, die u benoemt met een patroon van vergeetachtigheid, waarvan u nu vanavond zegt, ja, hij zou eigenlijk zijn conclusies moeten trekken, dat u daar in ieder geval niet mee in zee kunt. Mevrouw Kaag. Ik heb al eerder gezegd, ja, ik hoor heel vaak mevrouw Marijnissen het woord grote woorden gebruiken. Ik luister heel vaak naar de grote woorden van mevrouw Marijnissen, maar dit terzijde. Ik heb nu, zeg ik voor de derde keer, dat het niet vanzelfsprekend is dat VVD-leider Rutte het vertrouwen en voortouw zal krijgen in de volgende fase van een verkenning. Duidelijker dan dat wil ik en hoef ik ook niet te zijn op dit moment. Een motie van afkeuring is een heel zwaar middel. Mevrouw Marijnsen. Nou ja, maar dan wil ik dat wel even helder hebben. Dan wilt u dus niet duidelijker zijn. Als u aan de ene kant zegt, ja, hij moet eigenlijk zijn conclusies trekken. Maar aan de andere kant dus ook nog de optie openhoudt. Dat u gaat reflecteren met de Pasen. En daarna de formatie toch gewoon weer doorgaat. En u toch deze VVD met dat patroon van vergeetachtigheid in het zadel houdt. Ja, dan begrijp ik eerlijk gezegd niet wat dat nieuwe leiderschap dan precies betekent. Ja, u bent er dol op, ik weet het. Ik nodig iedereen uit om lessen nieuw leiderschap te volgen. Maar wat er belangrijker aan is, denk ik, mevrouw Marijnissen, u springt iedere keer door tot de volgende fase. U wilt het graag horen, want het hoort kennelijk bij de rol van Kamerlid. Dat begrijp ik helemaal, moet ik nog leren. Ik weeg alles in fase. Ik heb op de inhoud zwaar gekeken. Een motie van afkeuring, ik ben het ook nog maar weer zelf gaan opzoeken, is een zwaar inhoudelijk middel gepast bij wat ik wil zeggen met collega Hoekstra over de rol van VVD-leider Mark Rutte. Met een duidelijke boodschap over het proces en onze verwachtingen en een totale herstart op een volkomen onafhankelijke basis met een informateur van elk proces van onderhandelingen. Dat is wat er hier nu gezegd is. En ik ben het niet verplicht, denk ik, om nu al te zeggen op welke manier, met wie en op welk moment ik een eventuele onderhandeling aanga. Mijn boodschap is heel duidelijk. Mevrouw van der Plas. Dank u wel, voorzitter. Ik zie mevrouw Marijnissen tot slot. Tot slot, voorzitter. Want mevrouw Kaag zegt, ik ben heel duidelijk, maar ik vind mevrouw Kaag dus niet zo duidelijk. En u mag mij van alles verwijten en over de rol van Kamerlid en dat vind ik allemaal prima. Maar ik stel u gewoon de vraag. Geen verwijt, het is mijn eigen leerproces. Dus mevrouw ik kijk naar. Okay. Marijnissen. Oké. Maar dan is mijn vraag aan mevrouw Kaag. Wat verwacht zij dan precies nog van die reflectieperiode
in de paastijd? Want dat geeft u aan. U zegt, dat heb ik nog nodig om te wegen. En er moet een herstart komen. Maar die herstart zal dan toch zijn met deze VVD. Die zal dan toch zijn met deze Mark Rutte. En is dat dan in ieder geval wel iets waarvan u wel duidelijk kan zijn dat u dat pad, in ieder geval met deze VVD, met die Mark Rutte, dat u dat niet voor zich ziet? Of ligt dat ook nog open wat u betreft? Mevrouw Kaag. Ik heb alles geantwoord. Ik denk dat de motie van afkeuring duidelijk is. En er zijn heel veel variaties om een regering te vormen. U sluit zichzelf kennelijk uit. Dat weet ik niet. Er is heel veel mogelijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we tot een informateur komen. Ja, het is niet gezegd dat het D66 en VVD is of VVD met D66. Er zijn heel veel mogelijkheden. Laten we dat proces herstarten. Mevrouw van der Plas. Nee. Ik heb nog een tweede motie die ik graag wil indienen. Mevrouw van der Plas, over de vorige motie. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dus goed dat u met de motie van afkeuring eigenlijk de heer Rutte wegzet als partijleider van de VVD, maar nog wel de deur open houdt voor een terugkeer als minister-president. Want ik heb u niet horen zeggen, ik wil straks eigenlijk ook niet dat hij dan minister-president wordt. He, misschien nog wel een kabinetsfunctie, maar daar ben ik even naar op zoek. De heer Rutte, net zoals ik zelf en collega Hoekstra als een andere capaciteit, wij zijn allemaal demissionair. Zoals u weet. Op dit moment willen wij weer een herstart zoeken om een beter proces, een transparant proces, te laten beginnen. En het is niet aan mij om iemand, in dit geval de heer Rutte, als de leider van de grootste partij, die uit te sluiten. Ik kan wel over mijn eigen keuzes gaan namens D66. De motie van afkeuring, zoals overigens veel beter verwoord, denk ik, door op bepaalde plekken door de heer Wilders dan ik nu doe, geeft heel duidelijk op inhoudelijke gronden aan wat er mis is gegaan en wat wij dus niet kunnen goedkeuren. Dat markeert. En het is een uitzonderlijke maatregel die niet vaak wordt ingezet. Een beetje pleonasme. Verder dan dit hoef ik ook niet te gaan. De heer Rutte heeft wel bijna 2 miljoen stemmen gekregen. De verkiezingen zijn 2 weken geleden afgerond. Ik kan gaan over de houding en keuzes van mijn partij. Mevrouw van der Plas. Dan heeft u het over herstel van vertrouwen. U zegt, voorzitter, mevrouw Kaag zegt, wij hebben heel veel woorden. Maar u zegt nog steeds niet, mevrouw Kaag zegt nog steeds niet, ik wil de heer Rutte niet meer als minister-president. Vanmiddag heeft u gewoon hier gezegd dat de heer Rutte een patroon heeft van geheugenverlies. Ik heb u de vraag gesteld. Gelooft u de heer Rutte op zijn woord? En ik heb u ook gezegd, ik kom ook terug op die vraag. Gelooft u de heer Rutte op zijn woord? En wat betekent dat voor een volgende keer samenwerken? Mevrouw Kaag. Nou, mevrouw van der Plas, ik heb erover nagedacht. Er zijn veel mensen die ik niet per se, zeker in de politiek, op hun woord geloof. Dat is één. Ik heb ook in mijn internationale leven geleerd dat veel mensen je kunnen teleurstellen. Ik kan ook mensen teleurstellen. Wat er belangrijker is, is waar de grens ligt. En een motie van afkeuring legt een grens. Door te stellen wat niet meer kan, wat niet meer mag. En wat ook dwingend is in de vereiste gedragsverandering en dat het aantoonbaar moet zijn. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Ik heb ook weer gezegd, ik zal het nog een keer herhalen, dat het niet vanzelfsprekend is voor mij als D66-leider dat de VVD-leider Rutte het vertrouwen en het voortouw zou krijgen in de volgende fase van de verkenning. Dat zijn hele zware woorden. De heer Hoekstra zal zelf nog terugkomen, denk ik, op zijn toelichting bij zijn ondersteuning of bij een samen indiening van deze motie van afkeuring. Tot slot, mevrouw van der Plas. Tot slot ben ik benieuwd, voorzitter, hoe we dit aan de maatschappij gaan uitleggen. Want u zet het zwaarste middel in. Uiteindelijk zal het er waarschijnlijk van komen dat de heer Rutte gewoon blijft zitten. Misschien wel terugkeert als premier. Ik ben ook benieuwd hoeveel tonnen of miljoenen er nu gestoken gaan worden in het herstellen van vertrouwen. Wat hier gewoon echt binnen een week helemaal kapot is gemaakt.
Hoe gaat u dit uitleggen aan de maatschappij? Dus het zwaarste middel inzitten, maar ondertussen inderdaad zeggen, zoals de heer Askan zei, foei. En we gaan over tot de orde van de dag. Dit is niet uit te leggen. Nou, weet u, er is wel meer niet uit te leggen. Ik, eerlijk gezegd, mevrouw Van der Plas, ik wou dat dit het enigste probleem was. Ik denk de hele week is voor veel mensen moeilijk te volgen, eerlijk gezegd. Ik weet dat mijn eigen kinderen, die proberen nog bij te houden waar het over gaat. De samenleving is bezig met de coronacrisis, economisch herstel met hele grote vraagstukken. Ik vrees dat veel mensen dit überhaupt niet volgen, maar het herstel van vertrouwen in de politiek is een grote opdracht aan ons allemaal. Ik sta daar niet alleen in, het is voor ons allemaal, alle 17 partijen die hier zitten en staan. Ik stel voor dat u de ik wil volgende heel motie... graag nog, en ik wil dus graag mevrouw de voorzitter, ik zal die heel snel voorlezen. Ik wil ook graag de Kamer voorleggen om een informateur te laten onderzoeken welke partijen echt werk willen maken van een nieuwe, transparante bestuurscultuur met meer openheid en tegenmacht. Daarvoor is nodig dat wordt gebroken met ingeslepen gewoontes uit het verleden. En als de heer Rutte daar niet toe in staat blijkt, zal het volgende kabinet zonder hem zijn of zonder mij. Heel snel. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterend voorzitter mevrouw Van Ark de heer Koolmees heeft aangesteld als verkenners. Overwegen dat de ontstaande politieke situatie vraagt om herstel van vertrouwen en een nieuw begin in het werken aan herstel van Nederland uit de crisis. Overwegen dat de ontstaande politieke situatie vraagt om een gezaghebbende, onafhankelijke verkenner met een grote afstand tot de actuele politiek en de partijen. Spreekt uit een informateur aan te zoeken die in gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties verkent op welke wijze de vorming van een coalitie kan plaatsvinden, gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend Kaag, Wilders, Hoekstra, Marijnissen, Ploemen, Klaver, Baudet, Ouwehand, Segers, Dassen, Eerdmans, Van der Staaij, Azarkan, Den Haan, Van der Plas, Simons, Rutte. Dank u wel. Dank. Dank u wel. Ik wilde nog één laatste opmerking maken, mevrouw de voorzitter. Nee, het is goed zo. Dank. Het is goed, dank u wel. De moties, ja. Kom maar hier. Ja, het is de eerste keer voor u, dus ik kan me voorstellen dat u aan de rivier. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hoekstra namens het CDA.